Er zijn applicaties. Eén van de applicaties is servicegeschiedenis, is ook leuk. Wat we hier namelijk kunnen doen is eigenlijk gewoon zeggen van ja, ik heb motorolie ververst. Wanneer heb ik motorolie ververst? Ik kan een record toevoegen en ik zeg ik heb op 18.800 heb ik olie ververst. En dan kan ik hier nog een opmerking plaatsen en ik zeg oké. De datum klopt niet, want het was vorige week. Dus ik kan de datum aanpassen naar vorige week. Dus ik kan hier terugbladeren en ik kan zeggen nee, dat was 17 september. Sla op. Opmerking kan ik naderhand wijzigen. En dit zijn leuke dingen om in het toestel te gebruiken. Het leuke is ook nog dat deze categorieën, bougies, kettingsmeren, je zal maar een kardan hebben, dan heb je niets aan kettingsmeren. Wat zeg je dan? Dan zeg je dus wis categorieën. En dan kun je op dat moment die kettingsmeren, kettingolieën smeren, kettingsmeren, die kan ik gewoon weghalen, koppelingsvloeistof vervangen, wis. Maar wat ik wel kan doen is ook bijvoorbeeld, en dat is dan een andere mogelijkheid, is te zeggen ik voeg er een toe, voeg een categorie toe. Er zit een benzinemeter in de Zumo 350, zoals dat ook in de andere Zumo's zit. Maar wat ik hier dus kan zeggen is gewoon benzine. Benzine of brandstof. En ik zeg oké. Ik krijg hier nu benzine bij te staan. Ja, nu kan ik dus zeggen van voeg record toe. Ik ben dus nu op 18805. En ik zeg volgende. En ik kan hier dus zeggen van joh, ik heb. Die gaat niet goed. Ik heb 24. Punt. 5,6 liter getankt. Dan wordt mijn kilometerstand bijgehouden. Ik kan mijn liters invoeren. De datum van vandaag wordt er netjes bijgezet. En zo kan ik dus voor mezelf ook een benzine lijstje maken. En uiteindelijk daaruit weer heel makkelijk berekenen wat mijn verbruik is. Accuniveau. Voorband, remvloeistof, motor. En degene die ik bijvoorbeeld mis bij mij is niet motorolie verversen, maar gewoon olie bijvullen. Ja, dan kan ik zeggen van oké, ik heb op die kilometerstand ongeveer zoveel centiliter, milliliter olie bijgevuld in mijn motor.